vandaag doen we het anders. Heeft zijn voordeeltje om eigen baas te zijn. Dus wij gooien vandaag de zaak dicht en we gaan op vrijdag al weg. Normaal gaan we op zaterdag en zondag één nachtje. En nu doen we het gewoon anders. We gaan vrijdag, zaterdag en zondag twee nachten. Waar gaan we deze keer heen? We gaan naar Wetland. Nog nooit geweest en het schijnt heel mooi te zijn. Hij is ook open, ook al is het oktober. We gaan eens even kijken hoe het daar is om daar twee nachten rond te hangen. Een beetje te wandelen, een beetje te fietsen. Ja, hij kijkt even mee. We staan nu op campingplaats Wetland. Echt een hele mooie plek. En daar blijven we vandaag en morgen. We blijven dus twee nachten blijven hier slapen. En we hebben lekker een lang weekend. Dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben in ieder geval heel veel zin in. En we gaan lekker fietsen, lekker lopen hier in de buurt. Eens even kijken wat hier de omgeving allemaal brengt. Dus kijk mee! Dit is nou eens nog ideaal. Een oplaadpunt voor fietsen, maar deze is op zonne-energie. Dat zeggen ze allemaal wel. Nee, deze echt. Hier komt de stroom vandaan. Slim en eigenlijk gewoon een super goed idee. Ja, Nancy heeft weer een geocache gevonden. En nu moet ze dus even de goede code. Die krijgt, laat het niet zien trouwens, maar dan moet even de goede code weten om open te maken. Ik zeg het ook niet. Tuurlijk zeg je het niet. Dit is wel super leuk zeg. Cool. Mooi. Hé, hey, en de trekkerbol zit er ook op. En een trekkerbol. Oh ja, leuk. Oh, dat is en een knopje hier hè. En een knopje hier. Dan ben ik weer. Wat is dit? Oh, dat is gewoon lichtjes. Och, de lichtjes. Leuk gedaan zeg. Echt super leuk. Oh, mag je los? Mag je los? Nou, ik ga even mee. Kom. Je mag niet spelen. Deze weet niet goed wat ze moet doen. Ah, toch. Ja, dat snapt ze niet. Geen idee wat ze moet doen. Kom hier. Oh, dat zou wel lachen zijn. Probeert ze dit? Daisy. Kom eens hier, zit daar. Echt niet. Ga eens een Nancy toe. Ah. Kom hier. Nee joh, doet ze niet. Wacht. Ga mooi zitten. Zit. Nee, zit hè. Zit. Hou vol. Goed zo. Kom eens kijken. Een trampoline. Nee. Springen dan. Springen. Wat is dat nou? Ja. Wat is dat nou? Zo filmen we daar in de ton. Is dat een goed idee? Hè? Ja. Laat ik jou lekker lopen. Kijk, komt ie hè. Zo, daar. Oh ja, ga ik eens aan de andere kant kijken. Die gaat er toch niet doorheen, denk ik. Let op, hè. Wie komt eraan?
Wie is dat? Ga eens kijken. Nee, ik loop erom. Ja, ga kijken dan. Ja, goed zo. Jongen, jongen, dat is toch heel waar voor die tackle, hè? Huh? Dat is toch heel waar voor Daisy? Dat is Daisy. 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 Kom eens hier. Nee, kom, dat zijn poesjes. Daisy. Kom. Kijk, die valt wel op in het donker, hè? Kan niet missen. Ook s'avonds, hè? Niks mis mee. Nou, even een stukje lopen. Met de fiets vonden we het toch wel erg winderig. Winderig, ja, het goede woord. Winderig, ja. Toch? Ja, ja, winderig. Ja, mooi woord. Ja. En dus nu gaan we even een stukje lopen. We lopen nu naar een bouwmarkt. Want we willen eigenlijk nog eens hebben voor in de camper, kijken of we het kunnen vinden. Een klein ophangsysteempje om onze wekker op te hangen. Is ook nodig. Ja, het is maar een paar kilometer lopen, dus voor de zekerheid, hè? En voor zeker een paraplu bij ons. Ja, inderdaad. We zien wel. Dat zien maar wel. Het is in ieder geval beter dit als fietsen, denk ik. Want het waait wel heel erg hard, hoor. Ja, er is regen voorspeld. Maar gelukkig is het nu droog. Ja. En af en toe komt het zonnetje schijn tevoorschijn. Ja, koud. Het is gewoon koud. Ruikt er heerlijk trouwens. Ja, dat is een varkensboer. Maar die doet goed zijn best zo te ruiken. Maar dat mag. We zitten ook in het platteland. Ja. En hier... Kijk dan, daar loop je zo gewoon langs. Volgens mij zijn er allemaal suikerbieten. Ja, volgens mij wel toch? Voor mij ook, ja. Nee, je mag daar niet heen, deze. Ja, suikerbieten. Nee. Ja, we lopen nog een stukje. We zijn bijna bij de bouwmarkt, hoor. Ja, inderdaad. Maar dit is fantastisch. Heerlijk. Ik ben zwaar verbaasd. Mooi landschap. Ja, maar, okay. Joh, dat ben ik niet verbaasd. Die camper, joh, je stormt eruit. Ja. Nee, we pakken de fiets niet, hoor, want het waait te hard. Het gaat regenen. Weet je wat, we gaan een stukje lopen. Het is geweldig. Het is goed, hè? Dan maar lopen, Nancy. Dan maar lopen. Ja, niet verkeerd. Helemaal niet. Hé, je kunt ook gaan zitten als je moe bent. Hoeft niet, hè? Nee, nee, ik ben niet moe. Nog maar 5 minuten. Denk je dat? Ik weet het niet. Ik heb ook geen idee, we zien wel. Maar het is lekker, lekker lopen ook hier trouwens. Ze zeggen allemaal perfecte fietsroutes. Klopt. Goed asfalt. Maar om te lopen is ook niet verkeerd. En je loopt zo neerkant in. Dat is maar 2 kilometer lopen. Wat is dat? Ik ben blij dat we even eruit zijn gegaan. Dat we toch even zeggen van kom, we gaan even fietsen. Of we gaan even lopen. Ja, en anders heb je jouw vest ook gewoon in een middag klaar. Dat is niet de bedoeling, hè? Ja, dat is ook waar. Oh, kijk hier. Hebben ze allemaal paddenstoelen op de boom. Kijk. Hey. Oh, dat zijn geen paddenstoelen. Oh, jawel. Kijk eens hier, al die zwammen. Oh, verrek, ja. Och, dat is mooi om te zien. En dan zo'n mooie kleur. Ja, lekker duidelijk. Leuk. Dit zijn de neerkantse bossen, hè? Rechts van ons. Ja? Ja, voor mij. Zag ik op de Google Maps staan. Oh. Ik denk dat het neerkantse bossen zijn. Wacht, dat doet goed. Hier lopen we wel weer de bewoonde wereld in een beetje. Ja. Kijk, dit is dan helemaal volopende water. Het is nou helemaal leeg. Ja, dat kan wel leuk zijn. Het is wel heel droog dan dus nou. Ja? Ik zie een heel mooi huis daar staan. Ja. Oh ja. Wat een leuke tussen. Zo. Hallo. Flink uitgebouwd. Dat is echt een leuke plek hier, hoor.
Die woont ook mooi hier zo. Oh, je kunt hier zo eraf. Hier woon je zo half in de bocht. Hey, dat is een wandelpad volgens mij. Ja. Ik denk dat er nieuw is of zo. Het ziet er zo strak uit. Kan maar in. Kijk hier nu. Ja, het is niet nieuw zijn. Mooi gemaakt zo. Het zal wel ergens bij horen iets. Ja, mooi. Ja, je woont hier niet verkeerd, nee. Hallo. Lekker rustig. Hier, het huis hoeft niet groot te zijn, dat zie je wel, hè? Ja, ze hebben wel uitgebouwd, hè? Dat ja, maar nog. Vond ik niet echt, dit is echt een mega huis, maar gewoon de plek, hè? Mooi. Ja hoor. Ooit. Ja, gevonden, Nens. Gevonden, maar ja. Het is niet wat we zoeken, schat. Nee, het is een groothandel. Ik dacht dat het een soort gamma was met kleine beugeltjes. Maar die hebben ze hier niet. Dan gaan we gewoon een stukje lopen. Schijnt ook een goede snackbar hier te zitten. Echt waar? Ja. Oké, dat vind je wel niet interessant, hè? Lekker kroketje. Zullen we eens kijken of we die kunnen vinden? Gewoon zonder Google, gewoon op geluk. Oh ja, dat doen we. Kan er goed zijn we niks vinden dus, hè? Lekker kroketje. Lekker. Ja, oh nee, ja, dat doen we. Ja, ja, we ja. Hierheen denk ik. Ja, we gaan gewoon hierheen. We zien wel. Ja. En wij maar zoeken en zoeken. Ja, ik snap nu waarom wij de cafetaria niet konden vinden. Dat heet hier gewoon anders. Maar gelukkig hebben we hier ook kroketten. Het is wel mooi gemaakt, zodat ze hier op een totaalplaatje allemaal verschillende monumenten op dit plein hebben gedaan. Zelfs waar we nou in zitten is een monument eigenlijk. Mooi. Zeker de moeite waard om eens naartoe te gaan. En goede kroketten. En goede kroketten, ja, inderdaad. Toch de cafetaria gevonden. Kom eens aan. Zoiets. Ja. Kom eens aan. Wat me wel opvalt hier in de Neerkamp, er zijn hier ontzettend veel cafés. Ja, hey. Er zijn echt heel veel cafés. Het is bijna Limburg, hè. Dus, maar Brabant, ook heel veel cafés. Nou, wij gaan nog even lekker smullen. Hey, lekker. Krokket. Erg lekker. Ja, lekker. Nou zit er achter ons, kun je het zien, een oude kerk. Sint-Willibrorduskerk is dit, staat op het bord. Maar je hebt twee deuren. Links staat een A, ik denk dat het van Alpha is. En rechts staat een Omega logo. Waarom is dat? Ik heb geen idee. Wel een mooie kerk trouwens. Kijk, zie je? Dit is nou bij deze deur staat A, ik denk Alpha. En bij deze deur staat Omega. Geen idee. Ja, het rare is, bij de Alpha kun je omhoog. Ja. Dus die is helemaal afgesloten en hier kun je gewoon zo naar binnen. En misschien dat er twee... dat er boven, dat er boven iets in een balustrade of zo zit, dat daar verschillende ingangen zijn. Ik heb geen idee. Okay. Voor mij is het volledig onbekend. Zo leuk hoe ons meisje zo langs jou loopt. Zo van, ja, ho, wacht even, ik wil naast jou hoor, ik wil naast jou. Kom, ik wil wel naast jou liggen hoor, ho, ho, ho. Ja, ja. En als je dan toch terugloopt, lopen we niet even dezelfde weg terug natuurlijk, hè, maar even door de bossen heen. Loopt ook kan van het pad. Kan ik eroverheen? Kom. Ja, deze gaat onderdoor hoor. Die slimmer. Kom terug, dat lukt niet. Die slimmer. Kom terug, kom terug. Nee, gaan we niet doen, hè? Die is gewoon slim hoor. Hé, is dat een bunker hier? Ja. Nou, dan kunnen we... die kant op, maar dan moeten we een paar kilometer om. Of we gaan daarheen en dan lopen we dezelfde weg zo terug. Daar is achter, daarachter de witte. Ja, nee, zeg het dan goed? We lopen die kant op, toch? Ja, daar achter die bosjes is dat goed, is het wetland weer. Ja. Ja, daar is dat. Een leuke wandeling hoor. En nog steeds droog. Dat hebben we geluk, hè? Zo, we gaan die kant op, hè? Ja, we gaan daar. Alright. Dan gaan we een stukje lopen. Missen, we lopen al een stuk. Hoe lang zijn we lopen nou? Ik denk een uur. Ik heb geen... ja, zeker wel. Ja, zeker. Ik denk wel anderhalf. Een uurtje, denk ik. Maar goed. Met tussenpauzes, hè?
En een kroket. En dan loop je weer een stukje verder en dan zie je hier die mooie tuin. Allemaal verschillende mooie bloemen. Nee, je mag er niet in deze. Kom, je mag er niet in. Oh, ik vind dit nou echt mooi. Ik hou daarvan, echt. En nu een lekker kopje thee. Even mijn haak werken. En dan eens een boekje lezen. Dat is een goede wandeling. Nou, ja, deze lag dus voor de camper. Toen we terugkwamen. Dus iemand heeft die bij ons achtergelaten. Nou ja, dankjewel in ieder geval. Het water kookt voor de afwas. En dan hebben we hier mijn husband. Hallo. Hi. En naast ons, of naast hem, was Daisy. Daisy is knock-out. Helemaal uitgeteld. En dan hierna hebben we een bakje koffie, of niet? Dat vind ik een goed idee, ja. Gaan we weer lekker doen. Lekker. Goedemorgen. Het is nu bijna 9 uur. Ja, erg vroeg voor ons doen, laat ik het zo zeggen. Omdat om 11 uur moeten we al van de camping af. En dan kunnen we toch nog op ons gemak rustig eten. Lekker ontbijten straks. En nou even onze deze uit te laten. Maar ja, ik wil even niet meer lopen. Dus wel een goede nacht gehad vandaag. Wel, goeienacht. Ik niet, want ik heb echt weer heel slecht geslapen. Ligt niet aan de plaats, maar dat is bij mij een heel bekend feit dat ik best wel slecht slaap. En dit keer was weer echt verschrikkelijk slecht. Kom, Daisy. Ja, goed. Maar het is hier wel ontzettend rustig. Dus als je hoort echt helemaal niks. Sorry hoor. Kom deze, loop maar even door. Kom, even doorlopen. Kom, ik moet je hem er even uitlaten, meid. Nou, zoals je ziet is het best wel mist en een beetje dampig. Dus ik ben benieuwd wat de dag vandaag brengt. Niet veel, denk ik. We gaan straks lekker naar huis, maar gaan we dan eerst even lekker ontbijten. Nou, ik zie dat ons meisje de boterham al op neergelegd. Dus ik ga het even opruimen en dan loop ik weer terug naar de camper. Zo, nu eerst koffie. En een lekker beetje ontbijt. Cornflakes met melk en een beetje honing. Smakelijk. Smakelijk. Nou, dat was het weekendje wel. Ja. Lekker lang weekend gehad. Vrijdag aangekomen en nou zondag weer naar huis. Het is nog steeds mooi weer. Ja, de zon schijnt. Dan was het nog wat anders. Ja. Even relaxed thuis weer en dan gaan we morgen weer aan de gang. Ja. Nou, vond je het filmpje weer leuk? Geef ons dan een duimpje. En anders heb je opmerkingen, dan horen we ook graag. En wil je abonneren? Vinden we het helemaal super natuurlijk. Abonneer je dus, kost niks en we houden je lekker bloot van al die filmpjes die we maken. Ik ga even een stukje rijden trouwens, ja? Ja. Doei! Doei.